ATB Winterfestijn, we zijn op het loop. De ijsmeesters zijn er klaar voor. 2 weken lang gaan we een ijsbaan krijgen. Henk Tichelaar en Henk van Boven zijn de ijsmeesters. Ja, Henk, ooit gedacht dat je nog ijsmeester zou worden hier op het loop? Nee, zeker niet. Maar ja, je weet me nooit en dan kan je nu weer zien. De wonderen zijn de wereld niet uit. Nee, het gaat om op het loop. Het gaat gebeuren. Ja, samen met Henk van Boven. Ja, Henk, vroeger ook geschaatst of nooit? Nee, nooit. Helemaal niet? Nee. En wel ijsmeester nu dan? Proberen we. Ja, we doen ons best. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, Henk, hoe is dat zo ontstaan dat jullie als ijsmeesters hier terechtgekomen zijn? Wij zijn dus meer vrijwilliger bij de ATB-baan. En onze voorzitter, Arie Den Hoven, die kwam een keer bij ons aankloppen. En die zegt, jongens, ik heb mensen nodig. Hij zegt, en er zijn niet meer zo wat. Hij zegt, maar wij hebben ijsmeesters nodig. Hij zegt, want ja, de ijsbaan hier in Oldebroek, die hebben wat betreft vrijwilligers ook niet het overschot. En mijn vraag is dus, zouden jullie er interesse in hebben en zouden jullie dat willen doen? En zodoende zijn wij dus, ik zeg, nou, wat moet er voor gebeuren? Nou, zeggen dat. Dat zeg je nog een keer vertellen. Hij zegt maar, voorlopig, als ik eerst maar weet zeggen dat je het doen wilt, dat je er bereid voor bent, dat jullie er bereid voor zijn. Hij zegt, en dan zal ik je gaan vertellen wat verder het verloop is. Ja, ik heb ondertussen begrepen, Henk, dat jullie in opleiding zijn geweest als ijsmeester of niet? Ja, daar hebben we die mooie jas ook nog aan overgehouden. Ja, Henk, wat moesten jullie precies doen? Nou, wij zijn dus een dag naar Soest geweest. Naar de IJsworld. En daar hebben wij een cursus gehad. En dat zag er allemaal prima uit. Een heel groot bedrijf. Gigantisch. En dan kom je ook nog eens weer wat tegen. Waar je natuurlijk niet dommer van wordt. Maar dat was een hartstikke leuke dag. En daar hebben we ook heel leuk ervaren. En daar hebben we het enige wat wij straks dus in de gaten moeten houden. Hebben we daarop gedaan. Ja, Henk, hoe groot is de ijsbaan die hier op het loop komt te liggen? Ik heb gehoord dat de tent 35 bij 20 wordt. Ja. En daar klopt die pint nu. Dat is een mooie grote piste natuurlijk. Ja, Henk, wat is de bedoeling? Kinderen of wie kunnen er allemaal komen schaatsen? Ja, iedereen in principe. Iedereen kan komen schaatsen. Maar ja, voor de kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk. En dat is dus ook onze motivatie van, ja, daar doe je het voor, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en schaatsen meenemen of zijn de schaatsen hier beschikbaar? Nee, je bent geen schaatsen meenemen. Er zijn hier schaatsen beschikbaar. En er zit een bepaalde huurprijs aan. Maar dat valt nog wel mee. Ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. De laatste 2 weken december hier volop ijsplezier. Ja, Henk, ga je zelf ook nog even een poging doen om te schaatsen? Of zeg je nou, ik ben echt ijsmeester dit keer? Laat ik me bij ijsmeester houden en hoop ik dat ik dat overleef, wat gebroken been betreft. Ja, heel verstandig. Henk, geldt voor jou hetzelfde of zien we jou nog even zwieren op de baan hier? Nee, dat ga ik niet doen. In verband met mijn ledematen, dan ga ik dat absoluut niet. Ik heb het vroeger veel gedaan. Ik heb veel meer gereden. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik nodig hier ook iedereen hartelijk bij uit. Ja, schaatsen we in de open lucht of lekker gezellig in een grote tent? Het is overdekt. De schaatsbaan ligt in de tent. En koek en soep aanwezig. Dus wat wil je nog meer? Ja, wie had het ooit kunnen denken? Ooit overigens begonnen met voetballen. En nu nog een echte ijsbaan hier op het Loo in Oldebroek. Ja, nou inderdaad. Dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal met je eens. Nou, wij zijn trots op de ijsmeesters op Henk en Henk. Mannen, heel veel succes. En we hopen dat heel veel jeugd en heel veel opa's en oma's en ooms en tantes, papa's en mama's hier gaan genieten bij het ATB Winterfestijn. Succes! Ja, dankjewel en graag gedaan. En ik zou zeggen, iedereen hartelijk welkom.